Ik ga jullie iets laten zien wat een uh, handigheidje, een soort trucje is. Om, uh, als je terecht bent gekomen op een uh, site van de oude Nova Portal, en daar herken je meteen aan die balk die je ziet, die roze balk met daarin. De site is alleen lezen op verzoek van de farmbeheerder. Dan ben je opgekomen door middel van een oude link die je gebruikt hebt. En het kan zijn een link in je favorieten hebt staan, of een link die je nog in een oud mailtje had staan. Het maakt niet uit op wat voor manier je daarop komt. Het is in ieder geval de bedoeling dat je naar dezelfde site wil, maar in de nieuwe Sharepoint omgeving. Nou, dat is een, een trucje een handigheidje voor. Die ga ik ga het je even laten zien. Je klikt op een nieuw tabblad. Als je in een nieuw tabblad terecht bent gekomen, klik je op het huisje. Hier Home. Dan kom je terecht in Nova. Portal de Home Directory. Tenminste, de home site van onze Sharepoint. Die nieuwe. Dan zie je hier staan. Als je die aanklikt, namelijk, die link. Dan zie je hier staan Nova Portal. Com. Kijk, en die, dat stukje tekst, dat selecteer ik. En dan zeg ik met mijn rechtermuis op dat stukje blauwe tekst, ga ik staan. En dan zeg ik, ik kopieer het. Ik kan ook zeggen, met de sneltoetsen die ervoor zijn, de CTRL-toets ingedrukt en de copy-toets ingedrukt. Dat is ook kopiëren. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik terug naar die andere tabblad, dat eerste tabblad, waar dus die oude site staat. Dan klik ik in de browser zodat de hele tekst geselecteerd wordt. Je ziet hem blauw worden. En dan ga ik op dit puntje hier weer staan bij die NL. En ik selecteer met de linkermuis ingedrukt houden, alleen dat TeamSites. Dan ga ik erop staan met de rechtermuis En dan zeg ik plakken. Want ik wil die andere tekst die ik had gekopieerd plakken. Je op het moment dat je hem dan entert, dan kom je weer in een nieuwe omgeving. Dan kijk, dat is een handigheidje. Zo ben je altijd weer terug van de oude sites naar de nieuwe portal sites. Oké, okay, veel plezier ermee.